En de directie van ProCons NV, het beladersbedrijf op onze internationale luchthaven, heeft eindelijk besloten om de personeelsbond van de beladers te ontvangen voor een gesprek. De bond onder leiding van Robbie Berenstein had eerder om een onderhoud met de directie gevraagd, omdat ze diverse pijnpunten van het personeel wil bespreken. De ProCons directie was echter niet op het verzoek ingegaan, waarna de bond een ultimatum stelde. Je moet weten dus dat de meest elementaire dingen daar niet in echt worden genomen. Zoals? Dus met veiligheidszaken, zaken met betrekking tot veiligheidsmiddelen die verstrekt moeten worden, zaken met betrekking tot pensioenrechten, ja, verzekering. Berenstein zegt dat de beladers gisteren voor enkele uren het werk hadden neergelegd omdat het ultimatum verstreken was en de directie niets van zich had laten horen. Het gevolg was dat de KLM-vlucht van dinsdag vertraagd is uitgevoerd. De bondsvoorzitter zegt dat toen pas de ProCons-directie iets van zich liet horen. Aan de bond is gevraagd om alvast de lijst met pijnpunten voor de directies te sturen, terwijl partijen dinsdag om de tafel zullen zitten. Berenstein zegt dat voor nu het werk is hervat, maar dat niet gesold moet worden met de belangen van de beladers. Op de luchthaven zijn de beladers belast met het laden en lossen van vracht van vliegtuigen.